Welkom. Fijn dat ik samen met jou even mag zien naar wat deze volle maanenergie in het teken van tweeling, dat valt op 27 november 2023, ook wel Maan van Kracht genoemd, ons te vertellen geeft. We hebben bijna het einde van het kalenderjaar bereikt en onder de volle maan van november. Kunnen we het gevoel krijgen dat het tijd is om los te laten wat 2023 ons heeft gebracht? Terwijl we nog een volle maan te gaan hebben in december, leidt de volle maan in tweelingen ons om na te denken over wat we willen reinigen en wat we willen zuiveren. Wat willen we niet meer dragen? in 2024. Wat is te zwaar en te belastend geworden? Wat geeft veel te veel van onze middelen in beslag genomen? Het is tijd om erover na te denken om de zware dingen los te laten. Het is tijd om te beginnen met het opruimen van onze levens, zodat we door 2024 kunnen bewegen met meer afstemming, gratie en gemak. Gebruiken we de energie van deze volle maan in november om te beoordelen wat te zwaar is om vast te houden en waar we vrij van willen zijn in het nieuwe jaar. Bepalen we onze intenties. En leggen we ze uit aan het Goddelijke onder de volle maan. Laten we ze dragen door de krachtige reinigende energieën die de volle maan met zich meebrengt. Tweelingen wordt vertegenwoordigd door de tweeling, waarbij de ene tweeling sterfelijk is en de andere onsterfelijk. Dit vertegenwoordigt de dualiteit die in ons allemaal leeft. We zijn zowel een eindig menselijk wezen als een oneindige tijdloze ziel. We hebben menselijke regels die we horen na te leven en waar we naar horen te leven. Maar onze ziel is grenzeloos en vrij. Deze dualiteit, gesymboliseerd door de tweeling, is iets waarmee we ons kunnen verbinden, en dat we kunnen eren onder deze volle maan. Hoe kunnen we onze menselijke zelf waarderen, maar ook onze ziel eren en de wijsheid die zij te bieden geeft? Omdat tweelingen wordt geregeerd door de planeet van de communicatie, Mercurius, zou het kunnen verkennen van deze vraag door middel van dagboeken een geweldige pasvorm zijn. Mercurius staat ook bekend om zijn uitstekende sociale vaardigheden en het vermogen om verhalen te vertellen. Waardoor de volle maan in tweelingen een fantastische tijd is om sociaal te zijn, een bijeenkomst te houden of tijd door te brengen met vrienden. We kunnen de drang voelen om extra sociaal te zijn, of we kunnen natuurlijk merken dat onze sociale agenda volloopt met een aantal evenementen. Gesprekken kunnen vloeien met een beetje minder moeite en we kunnen ons meer comfortabel voelen om uit onze schulp te komen en ons vergaal te delen. Laat ons optimaal gebruik maken van deze energie door een bijeenkomst, afspraakje of evenement te plannen rond deze volle maan. Er spelen veel planetaire krachten onder deze volle maan, waardoor het zowel druk als misschien een beetje verstrooiend is. Mars is in de mix en Saturnus ook, plus Lilith is ook actief. Zowel Mars als Lilith zijn zeer planetaire krachten. Die ons kunnen opladen en voor spanning kunnen zorgen. Als er iets in ons borrelt, kan deze volle maan ervoor zorgen dat er iets overstroomt. Vergeten emoties kunnen de kop opsteken en we kunnen ons een beetje prikkelbaar voelen of misschien gefrustreerd over hoe de dingen zich ontvouwen. Dit is waar het gebruik van deze volle maan om dingen die te belastend zijn geworden los te laten, en het creëren van een aantal leuke sociale activiteiten kan helpen om eventuele spanningen die we voelen te verzachten. Saturnus, de planeet van karma en onze meesterleraar. Is ook actief onder deze volle maan en herinnert ons aan het belang van het stellen van grenzen en het zorgen voor onze gezondheid en welzijn. We kunnen zien dat er veel gemengde energieën rondgaan onder deze volle maan. We hebben veel verschillende planetaire invloeden, dus we kunnen onder deze energie van alles voelen. Wat er ook voor ons opkomt, het lijkt erop dat deze volle maan in tweeling een krachtige leraar zal zijn. Staan we onszelf toe om de leerling te zijn, en we zullen waarschijnlijk merken dat als deze volle maan voorbij is, we dingen beter kunnen begrijpen, of vanuit een groter perspectief kunnen zien. Over het algemeen herinnert de volle maan van november 2023 ons eraan om de rommel van het voorbije jaar op te ruimen en tijd vrij te maken om met vrienden en familie om te gaan. Door deze lichtheid te creëren zal het makkelijker zijn om door de gespannen energieën te navigeren die de volle maan met zich meebrengt? De energie brengt ons immers ook het nieuws dat dit een tijd van toenemende kracht is. Het is niet de tijd om passief of onderdanig te zijn, maar om onze waarheid te spreken en actie te ondernemen voor onszelf. We zijn in staat om meer controle te nemen en ons eigen lot te sturen, want de kracht die van binnen uitkomt, reikt naar het Goddelijke en daarbuiten. Innerlijke kracht en onbeperkte vindingrijkheid. Stromen in deze tijd door ons heen en helpen ons om echte resultaten te creëren. Doen we een beroep op de energie en onze eigen innerlijke vindingrijkheid om ons de focus en vastberadenheid te geven om te doen wat nodig is, om onze dromen waar te maken? Laten we er klaar voor zijn om stand te houden en onze verdediging op te trekken. De energie kan een situatie ontgullen waarin agressieve energie of vijandigheden jegens ons op het punt staan te ontstaan of al hebben plaatsgevonden. Deze agressieve energie kan verbaal of emotioneel zijn, waarbij iemand in onze omgeving buitensporig kritisch, veel eisend of kwetsend is. In een werksituatie of sociale situatie kan er sprake zijn van achterklap of regelrechte laster. De agressieve en vijandige energieën. Zijn duidelijker, meer openlijk. In feite kunnen we hebben geleefd met gen voor bepaalde tijd. Maar of dit nu nieuwe of oude energie is, het is nu tijd om de controle terug te krijgen. Het toestaan van oneerbiedige behandeling van anderen is een open uitnodiging. Om ons meer van dat soort te sturen. Het voelt misschien riskant, maar we horen de moed te hebben om voor onszelf op te komen, nu en altijd. Dit is het optimale moment om een zeer specifieke strategie op te stellen, om onze doelen te bereiken. Schrijven we over de richting die we op willen. Denken we na over een mogelijke koerswijziging die nodig kan zijn. Wezen we ons bewust van de bijzonderheden van onze doelen en hebben we een bewust plan in gedachten. Brengen we structuur aan in de korte termijn doelen. Die nodig zijn om ons lange termijn doel te realiseren. De energie zegt ons dat we wat tijd horen te besteden om orde op zaken te stellen. Het is tijd om volledige controle te nemen. Zetten we onze gedachten om in daden en zetten we onze zinnen op de weg, die voor ons ligt. Laten we verder kijken dan onze huidige situatie. Laten we onze vibratie verhogen en ons richten op liefde. Het gaat erom dat we helder genoeg kunnen zien om onze beste toekomst te creëren. We worden aangemoedigd om verder te kijken dan wat er nu. Gebeurt. Laat ons ego of onze twijfels geen spelletjes met ons spelen. In plaats van onszelf te zien als vastzittend of verloren, weten we dat we ons in een energetische goudruimte bevinden, terwijl het goddelijke een pad herkalibreert dat gunstiger voor ons is. Onze energie wordt opgewaardeerd, zodat onze ervaringen plezieriger kunnen zijn. We zijn op weg naar iets buitengewoon verheffends en verlichtens, dus laten we kalm blijven en onze ogen op de prijs gericht houden. Wanneer we onze manier van denken veranderen, veranderen we, onze gehele realiteit. Het is een kans om onze manier van denken te leren kennen. We worden begeleid om in te zien dat niet alles wat we zien precies is zoals we het zien. Soms kan onze geest spelletjes spelen en soms kan onze waarneming verkeerd zijn. Als we uitgedaagd worden of het gevoel hebben dat er op dit moment een gebrek aan helderheid en richting is in ons leven, dan is de kans groot dat de manier waarop we denken of waar we ons op richten veel te maken heeft met die realiteit. We worden begeleid om onze ogen en geest te openen. Verder te gaan dan de grenzen die we voor onszelf hebben gesteld en te erkennen dat de manier waarop we de wereld zien is hoe we de wereld zullen ervaren. Kansen komen onze kant op, maar ze gaan alleen voor ons open als we bereid zijn het innerlijke werk te doen. Om ze te ondersteunen. Verwelkomen we met open armen kansen om liefde te geven en te ontvangen. We zijn liefde, beminnelijk en liefdevol. De energie van liefde omringt ons, moedigt ons aan om ons hart te openen en de zegeningen die we te bieden hebben te onthullen. We zijn een zeer liefdevol wezen dat het verdient om liefde te geven en te ontvangen. Als we het op dit moment een uitdaging vinden om liefde te voelen, is het belangrijk dat we onszelf de eer geven die ons toekomt. Laten we leren te ontvangen door niet te proberen. Alles alleen te doen. Als we aan een relatie werken of in een nieuwe relatie zitten, kan de energie energieën inluiden die ons in staat stellen een krachtige verbinding met onze partner te smeden. Er hangt liefde in de lucht. Namaste.